Het is leuk omdat je zelf kan bepalen wat je doet, waar je doet en hoeveel je verdient. In een serie gesprekken die ik maak met Sales Marketing Groep duik ik in de wereld van de freelancer. Met in deze aflevering een gesprek met freelancer Ewout van de Kolk. Welkom bij 7D TV. Ewaud, hey, van hartstikke welkom. Dankjewel. Uh, waarom ben jij freelancer? Um, omdat het leuk is. Of is dat is zo leuk aan. <laughs> Het uh, is leuk omdat je zelf kan bepalen uh, wat je doet, waar je het doet en, uh, en hoeveel je verdient. Dat, uh, ja, kun je dat, ja, dat, dat kun je zelf bepalen. In ja. tot, 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 zolang de klant het wil betalen. Dan. Zeker weten, ja natuurlijk. Ja. Daar zit altijd een bepaalde grens aan. Uh, ja. Maar je kan wel uh, nee zeggen. En, ja. Um, ja, in principe uh, is het makkelijk als jij per se bij één bedrijf wil werken in loondienst. Ja, Dan ben je toch wat vaak afhankelijker van een loonschaal, bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat is bij freelancers gewoon uh, anders. Ja. Ben je altijd freelancer geweest? Uh, nee, nee. Ik ben begonnen in de financiële wereld, uh, bij verschillende banken gewerkt. Als zakelijke kant ja, zeker. Um, op een gegeven moment um, ja, merkte ik dat ik daar niet meer gelukkig werd. Toen um, ben ik gek van wat ik wel wilde doen. Nou, ik had al nou, een aantal klanten die in de marketingwereld zaten. Ja. En dat vond ik echt heel erg interessant. Ja. Dus ben ik me daarin gaan verdiepen. Um, en ben ik een opleiding begonnen in de marketing. Want toen jij, zeg maar, voor de bank... toen jij ging studeren, middelbare school ging studeren en zo... wat waren toen je dromen en ambities? Uh, bankier worden. Ja. Ja. Ik wist vrij snel, ik wist altijd al wel dat ik iets in de economie wilde. Ja. Uh, dat vond ik altijd heel interessant. Ik hield al vanaf mijn 14 15e beurskoers in de gaten. Ja, ja, het spel en, van uh, geld. Ja, dat vind ik heel interessant. Nog steeds heel interessant. Doe je daar dingen mee? Doe je dat dingen uh, mee? Ding mee, los van je freelance zeker. en je marketingactiviteiten? Ja, activiteiten. ja wat, zeker. Wat, wat, wat doe je? Beleggen? Uh, ik beleg, ja, zeker. Hoe? Ja. Gewoon interesse hoor. Uh, zij stappje, zij stappje. Ja, zeker. zeker, nee, zeker In de wereld van vandaag. Hè? Er zijn natuurlijk ja. heel veel ook, jonge gasten die kijken, die allemaal uh, al ermee bezig zijn en zo. Ja, zeker. Nou ja, kijk, als freelancer moet je sowieso als je niet als freelancer, maar als ondernemer. Um, is sowieso uh, verstandig om gewoon uh, pensioen te beleggen. Ja. Uh, dus, uh, je moet dus proberen maximaal je uh, pensioenruimte te gebruiken om je inkomen te verlagen. Uh, dat is gewoon ja, belastingtechnisch heel erg voordelig. En naar de toekomst toe ook, want dan staat het gewoon vast. Uh, ...om een rekening en dan heb je daar wat aan uh, op het moment dat je met pensioen gaat. Maar dat betekent wel dat het officieel pensioenvoorzieningen zijn? Ja, dat ja. is een pensioen. Ja, dus je dus lijkt met... het risico eraan altijd dat je het dan... Weer kwijt kan raken als je straks aan je pensioengerechtste leeftijd bent. En, en twee jaar later dan, dan gebeurt er wat. En dan is het geld weg. Ja, maar ja, okay, dat kan. Maar in principe over nou ja, ik heb, ben, nou, ik heb nog zeker 30 jaar voordat ik mijn pensioen ga. Uh, of in ieder geval officieel. Ja? Uh, nou ja, de kans dat het dan minder waard wordt, is, is gewoon niet heel. En in principe het gemiddeld rendement van de afgelopen 10 jaar is altijd ja. rond de 9-10%. Dus ja. ik geloof daar uh, dat, dus, dat dus echt dat, goed dat komt. Het is gewoon een, een, een veilig kwotje. Veilig. Waar, ja, uh, precies. Ja. En daarnaast. Uh, Doe ik ook aan ETF's uh, beleggen. Uh, crypto vind ik heel interessant. Ja? Uh, dus uh, ja, dat soort zaken. Ja. Daar zouden we een half uur over door kunnen praten. Ja, de cryptowereld nu, iedereen, we spreken nu voorjaar 24. Het is natuurlijk super spannend wat de komende maanden weer gaat gebeuren ja, met uh, zeker. Met, uh, crypto. Nou, we gaan het zien. Um, geïnteresseerd dus in geld en in beleggen, dus in die bankwereld be ja. be uh, beland. Wat viel daar tegen, met name dat je daarna die stap naar freelance hebt gemaakt? Nou, je, door de wet en regelgeving werd je gewoon heel erg in een keurslijf uh, gedrukt. Dus je had uh, op een gegeven moment was het gewoon zo vastgemaakt in processen wat je moest doen. Um, ja, dat er gewoon nul ruimte was voor creativiteit. Ja. Uh, en dat, uh, dat begon me gewoon tegen te staan. Maar je was toen, dat was in dienst. hè? Dus toen ja, begin dus je ja. gestudeerd in dienst. Ja. Hoe groot was de stap voor jou om, uh, en beschrijven mis, die stap naar het, de eerste stap naar ondernemerschap of freelancerschap? Hoe is dat gegaan? Um, nou ja, dat uh, is eigenlijk gegaan doordat ik, ik had ook altijd wel de ambitie om uh, te gaan ondernemen. Uh, en toen op een gegeven moment kwam ik een bedrijf tegen, die, uh, een e-commerce bedrijf. Uh, twee jongens die wilden verkopen. En uh, ja, ik dacht van hé, hey, dat is precies wat ik wil. Uh, heel veel marketing, online marketing en, en ondernemen. Uh, dat is toen samengekomen, dus toen heb ik besloten om dat bedrijf te kopen. Oh, pardon, en, uh, je begint meteen maar even vanuit dienstverband om een bedrijf ja, te kopen. Ja, dus dat was ook echt een grote stap. Want wat ook... deed dat bedrijf aan de omzet? Uh, toen uh, 120.000 euro. Oh, Oké, okay. dus, ja, dus een klein bedrijfje, was ja. ze waren net opgestart, hadden het twee jaar gedraaid. Ja, uh, wat verkocht. Je? En uh, huis- en tuinartikelen was het dropshipbedrijf, huis- en tuinartikelen. Ah, Oké, okay. ja, dus uh, wat, ja. hoe bepaal je de waarde daarvan? Want je bent, ja, iets, je bent niet ervaren in, uh, in, in M&E, zeg nee, maar, trajecten. Klopt, nee, klopt. Was het nee. dan gewoon op een bierviltje? Nee, zeker niet. Nee, ik heb een hele goede accountant en die, uh, die heeft me daarin begeleid. Die, uh, en, uh, ja, de, ja. Dus je bent je zelfstandige carrière begonnen met de schuld? Ja, klopt. Ja. Bij de bank? Ja. Ja, ook bij de bank. Ja, je kreeg ja, geld om ja, het was... te financieren. Ja, en toen zat je daar met je laptopje, met een, met een webwinkel. Ja, en klopt. Toen? En toen, ja, was wel spannend, de eerste maanden. Ja. Uh, hard werken, uh, veel leren. Ja, in mijn eentje. Ja. Veel, uh, echt veel geleerd. Uh, Technoopdingen aangelopen ook. Uh, en, uh, en hoe ja. Uh, nou ja, het is toch wel complexer dan ik dacht. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, Google Advertising. Uh, dan heb je daar wel wat trainingen en dergelijke ge van gedaan, en dan moet je denk ik zelf aan de knoppen draaien. Ja. En toen dacht ik wel: Van wow, dit is echt wel een stuk complexer uh, dan dat ik dacht, uh, en nou ja, ik ben ook wel redelijk afhankelijk van uh, bepaalde kanalen, ja. Uh, dus uh, ja. En ging dat crescendo zeg maar? Ging dat beter met die webshop toen je hem had gekocht? Ja, ik zeker. Uh, het eerste paar jaar uh, gewoon een stabiele groei gemaakt. Toen kwam er een gegeven moment corona. Nou, toen ging het helemaal door het dak heen. Ja. Uh, dus dat was, uh, dat was ja. echt heel erg. En is het ja. echt drop, was het echt dropship in de zin van uh, producten heb uh, neerzetten en doorverkopen? Of had je ook een soort merkstrategie dat je er een merk omheen bouwde? Of uh, hoe moet ik dat zien? Nee, uh, ja, ik was dus wel home was dan echt wel het merk, laat maar zeggen. En daar, hoe daar het? In home -haves. Home halves? Ja, ja, klopt. Okay. One halves, uh, maar dan home halves. Precies, ja. Okay. ja. En, um, en ik had wel gewoon allemaal Nederlandse uh, leveranciers... Uh, waarmee ik merkte. Um, maar goed, op een gegeven moment ging het ook minder... en toen dacht ik wel van... oké, okay, ik moet hier wel uh, wat anders mee. En toen ben ik wel begonnen met ook een eigen meubellijn uh, te gaan uh, opzetten... Uh, in bamboemeubels. Uh, om echt een, een switch te maken naar gewoon eigen producten. Omdat ik dat dropship... Concept wel zag uitdoven, laat we zeggen. Ja, het werd steeds lastiger. Ja, ja steeds ja. lastig om er echt geld mee te verdienen. ze ja. werden gewoon echt heel erg uh, klein. En, ja. uh, en helemaal door corona gingen in één keer heel veel mensen gingen in één keer ja. uh, beginnen met, met op, de op, webshop. Ja. Dus ja. Uh, de toetredingsdrempel was gewoon heel laag. Ja. En wat is het dus, grote verschil dan met Want wat moet ik verstaan dan, onder eigen productie? Ging je dan zelf dingen produceren? Ja, eigen zelf kosten? in China uh, producten gaan uh, zoeken en fabrieken gaan. Uh, uh, ...zoeken naar nou, die meubels, konden maken wat ik wilde. Nou, ik wilde echt bamboemeubels, duurzame producten. Uh, en uh, nah, die op een gegeven moment gewoon uh, uh, zelf uh, laten maken en, uh, en importeren. Nog steeds in je eentje? Uh, nee, nee, toen zaten we met vijf man Oké, okay. ja. in dienst bij jou... Uh, ja, een paar in dienst, ja, een paar in Oké, okay, dus je ja. was, je was uh, zeg maar meer dan freelancer, je was gewoon echt uh, Toen ondernemer. was ja zeker, toen was het ondernemer, en ondernemer en, ja. En, ja. Maar wacht ja. even, als je dan bambu meubels hebt gevonden en je laat ze maken, zo, had je dan ook uh, opslag en alles, of hield ja. je dropshipping ja. mee? Nee, dat was gewoon nee een ik had eigen magazijn, zijn, ja, ja zeker. Oh? En wat ja. deed dat dan, op het hoogtepunt? Uh, hoe bedoel je, ah, je qua omzet? Uh, ben uh, ik ben gewoon benieuwd. Ik heb het omzet, was net iets boven een miljoen. Oké. En wat is daarmee gebeurd? Uh, ja, was daarmee geworden. Ik, uh, ik ben uh, op een gegeven moment ging het iets minder, ja? uh, wat afgeschaald. Uh, ik merkte dat ik het wat minder leuk begon te vinden. Mm -hmm. uh, ik werd toen ook al een paar keer was ik al gevraagd of ik een keer ergens een bedrijf wilde helpen met uh, wat marketing of met wat strategie. En dat heb ik uh, altijd afgehouden van uh, ik heb daar geen tijd voor. Ja. Uh, en toen op een gegeven moment kreeg ik uh, uh, ja, toch, wel, begon het toch wel te kriebelen. Ik vond het minder leuk worden. En Toen zei iemand van ja, waarom zou je het niet gewoon? kijken of je dat leuk vindt, um, gewoon voor een paar uurtjes per week. Ja. En toen heb ik uh, een uh, opdracht voor twintig uurtjes in de week uh, aangenomen. Denk, nou, uh, ik heb de, iemand op kantoor zitten die gewoon de dagelijkse zaken kan. Uh, Tente draait. Die houdt, ja, precies. En dan kan ik zelf uh, een paar uurtjes per week. Uh, uh, marketingadvies geven? Ja. En met name, welk, welk, wat voor soort marketingadvies? Je bedoelt online uiteraard? Ja. Maar een specifiek uh, uh, gebied of in de volle breedte? Uh, nee, dat was uh, vooral ook social media, uh, advertising uh, en e marketing. Oké. Okay. Ja, zeker. Uh, wanneer spreken we nu? Zeg maar Toen jij begon met die eerste klus voor 20 uur per week, hoe lang geleden was dat? Dat uh, is 2022. Oké. Okay. Ja. En waar staat de webshop nu? Draait hij nog? Ja. Maar Hoe heet hij dan? En Nog steeds homeps. Ja, maar, maar, maar hij is niet meer voor mij. Hij is, je hebt hem verkocht. Nee. Ja, ik ben Wanneer? gestopt. End ja. in uh, uh, januari 2023. Toen ik dus begon met freelancen, toen merkte ja. ik eigenlijk dat ik het heel erg leuk vond. Ik vind het interessant wat je nu zegt, Wat ik zou dan denken. Uh, ik vind een van de nadelen van freelancen, vind ik, het is zo schaalbaar als helemaal niks. Nee, klopt. Uh, dus je kan heel hard werken en je uurtarief kan omhoog. Maar dat ja. is ongeveer de schaal. Ja, klopt. Dan heb je een e-commerce model, je draait een miljoen plus. Ja, maar uh, toen niet meer. Oh, maar, toen niet meer. Nee, toen niet meer. Okay. Nee, maar dan toch... nog, het, het, waarom heb je daar je die schouders niet onderzet Omdat je het gewoon minder leuk vond. Ja, ik vond het echt minder leuk. Ja. Um, wat, en, wat vond je er zo minder leuk en, aan dan? Um, nou, Ik had eigenlijk al uh, het spelletje al een keer gespeeld. En toen ik met die bamboe meubels dus begon, um, ja, moest ik eigenlijk weer gaan, opnieuw weer gaan opschalen. En dat had ik eigenlijk al een keer gedaan. Um, en um, Ik stond echt op mijn punt van, oké, okay, als ik dit nu ga doen. Dan moet ik dit ook weer een paar jaar gaan doen. Want ja. dan moet je gewoon weer gaan uh, investeren. Ja. Um, want ja, je kan er echt wel geld mee verdienen, maar dan moet je het ook wel gaan opschalen. Ja. Dus ik stond echt wel op een punt waarvan ik dacht van oké, okay, dit is een moment van of ik ga hier nu nog de aankomende drie, vier jaar ga ik hier volle bak voor knallen. knallen ja. um, of dit is er misschien wel een moment om het uh, te verkopen. Okay. En um, omdat ik dus dat freelance heel leuk vond, dacht ik van ja, uh, dit is eigenlijk wel een heel mooi moment. Om het zo natuurlijk te laten overlopen. Ja, ja. Heeft het wat opgeleverd? Is Het is dus niet zo dat je financieel onafhankelijk bent. Nee, absoluut bent. niet. Nee, 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 zeker niet. Nee, nee. nee maar wel nee. een leuke zakcent. Ik heb er wel wat voor gekregen. Ja, ja, ja. Die je weer een, een, ja. mooi in, in, in je ETF's kon stoppen. Precies. Ja. Ja, ja. Dus jij bent, uh, dus financieel heb je al best wel het een en ander lekker. Hoe oud ben je? 37. Ja, ja, ja. Ja. En toen gaan freelancen, 20 uurtjes in de week. Ja. Uh, wanneer ben je SMG tegen het, leven, tegen het lijf gelopen eigenlijk? Uh, dat is ook redelijk snel, al wel, in maart, april, denk ik. Uh, 2022. Um, want ik had best wel een groot netwerk in de financiële wereld. Ja. Uh, nou, in de e-commerce had ik vooral veel met leveranciers uh, uh, netwerk opgebouwd. Maar in de marketing uh, niet echt. En ik merkte dus dat ik. Uh, ik denk van ja, ik werd wel af en toe gevraagd. Maar, maar ja, dat moet dan net precies op het goede moment zijn. Uh, vallen. Ik dacht van ja, als ik echt wil gaan freelancen, dan, dan moet ik gewoon een netwerk hebben. Want ik heb altijd wel echt gemerkt dat dat, dat gewoon. Um, Grote invloed heeft op succes. Dus toen um, ben ik gaan zoeken van, hey, zijn, er, zijn er netwerken voor, uh, voor online marketeers? Toen kwam ik eigenlijk vrij snel op SMG uit um, en uh, daar heb ik me ook uh, toen bij aangesloten. Waar uh, werkt het voor jou, SMG? Ja, zeker. Waarom? Um, omdat het echt een, uh, een netwerk is met uh, mensen die heel veel kennis hebben. Uh, daar heb ik heel veel uit gehaald. Uh, aan het begin was het fijn om opdrachten te krijgen, ook echt via het netwerk. Ja. Um, en inmiddels um, gebruik ik het ook echt heel veel voor kennis. En dat vind ik heel fijn. Het is gewoon uh, op het moment dat ik ergens tegenaan loop, al is het in een, in een klus gewoon, dan ik kan ik altijd iemand bellen en die helpt mij even op, op ja. weg. Ik heb ook uh, een paar keer gehad dat ik een klus zag die me heel gaaf leek, maar waarvan een paar onderdelen waren van: ja, ik twijfel of, of ik dat nu kan met mijn huidige kennis. Ja, dan heb ik even met, met iemand gebeld die al heel wat jaren uh, bijvoorbeeld een bepaald programma doet. Ja. Nou, dan kan je even sparren en, um, en nou ja, dan weet je van, ga ik dat doen of ga ik dat niet doen? Ja, 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 ja. En dat heeft echt heel veel waarde voor mij uh, gehad. Ja. Ik heb zeker opdrachten gedaan die ik nooit had gedaan zonder dit netwerk. Dus een van de voordelen is dat je, want freelance is best een soort socialistisch iets. Ja. Uh, maar je hebt toch een soort gevoel alsof je collega's of ja. partners hebt. Ja, precies dat. En ze hebben meerdere kantoren. Ik ben ook heel vaak uh, op kantoor in Huizen... Um, en uh, nou, dat voelt ook gewoon een beetje als, als mijn kantoor, laat me zeggen. En ja. uh, daar ken ik nu, uh, de heel veel mensen. En dat is gewoon gezellig om daarheen te gaan. Je ja, dus kan echt zeggen: van nou, nu heb ik lekker, nu moet ik even concentreren. Dan zit ik lekker thuis achter mijn laptopje. Maar nu wil ik wat meer uh, ja. uh, roemer. En dan ga ik lekker op kantoor zitten. Ja, precies dat. Ja, ja. ja super. Ja. Waar zit je expertise nu? Uh, nou, in, uh, ik ben vrij allround wel ja? uh, en uh, ik uh, ben specialistisch in uh, e-mail marketing en uh, social media advertising. Oké, okay, en dat ja. is de social media advertising is met name meta dan, ja, Facebook, Insta? Ja, ja, ja. Kun je daar iedereen mee bereiken met social, met social media advertising? Zeker, Elke ja. doelgroep? Uh, nee, niet elke doelgroep, maar meestal wel. Uh, want als ik puur op ja. zakelijk zit, dan zou ik meer aan LinkedIn denken. Ja, zeker. kan Zeker ook. Maar in principe is iedereen ook privépersoon. Ja. Dus iedereen zit ook wel op LinkedIn. Ja. Um, op, zo, op Meta op Zoom. Ja, op, op Zoom. Zo ja, 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 zeker. Ja. Ja. Um, noem eens wat. Waar ben je nu mee bezig? Heb jij veel losse klusjes? Heb je langere klussen? Hoe werkt dat? Uh, nee, ik zit over het algemeen wat, uh, op wat grotere klussen. Um, en ik heb nu ook een klus voor 32 uur. Um, dus dat is top. En um, daarnaast heb ik uh, twee kleine klantjes die ik wat help met, met uh, social media advertising. Um, hoe doe je nou, acquisitie? Uh, ja, goede, Ik doe dat in principe uh, door uh, veel te bellen snel. Ik probeer als ik, als ik leuke opdrachten zie, dan ga ik proberen zo snel mogelijk om tafel te komen. Ik merk dat dat wel een van mijn krachten is: dat als ik helemaal aan tafel zit, dat het dan vaak wel goed komt. Ja, ja. Uh, maar dus hoe zie je die dat, klussen dan? nou nee, deels door het netwerk, deels door LinkedIn, uh, op verschillende manieren. Ook krijg ik regelmatig op het moment dat ik een opdracht uh, zoek, ja, en dan geef ik dat ook aan in het netwerk. Ja. En, en nou, ik ken nu best wel, ik zit nu twee jaar bij, ik ken best wel veel mensen, ik ga veel naar de events toe. En dan word, worden ook best wel wat opdrachten als zij weten ah, van binnen hey binnen SMG ik zoek... bedoel je ja, ja omdat die al die want hoeveel want dat netwerk is best groot hè ja zeker en ja. die hebben natuurlijk allemaal klussen die lopen allemaal bij bedrijven ja. door precies ja. Ja. Ja, ja, ja dus en dan is het ook weer voordat je veel mensen kent kijk we hebben een app waarin opdrachten worden gedeeld daar wordt heel veel gedeeld maar het gebeurt natuurlijk ook als ik weet uh, van uh, dat dat uh, iemand waar ik net afgelopen week uh, op een event mee gesproken heb die zegt van hey, ik zoek nog een opdracht als uh, als CS specialist hmm en ik kom toevallig dan eentje tegen, ja dan heb ik hem gewoon uh, van hey die opdracht en dat gebeurt andersom ook. En er zit ook nog een verdienmodelletje achter, toch? Dat heeft Amsterdamiteer ja. ook slim, slim uitgedacht. Als je elkaar helpt, dan, dan kun je daar ook weer op verdienen. Dus er zit ja, ook een financieel model achter. Ja, zeker weten. Um, wat voor uurtarieven werk jij ongeveer? Is dat een van tot tarief of heb je altijd een vast tarief? Of? Nee, ik heb niet een vast tarief. Het ligt heel erg aan uh, wat de opdracht is en voor wie. Uh, maar mijn range zit in principe afgelopen jaren tussen de 80 en 95 euro. Ja, zoiets. Ja. Ja. Ooit bang om geen klus meer te hebben? Nee. nee. En dan, ja, het is alvast een keer een maand gebeurd. Is ook een keer een maand gebeurd. Ja? Uh, maar, uh, Wat doe je dan nee. in zo'n maand? Panikeer jij dan? Of ga je dan juist uh, uh, zeg maar hard naar de oplossing zoeken? Wat doe jij dan? Nee. nee, um, nee Ik ga gewoon uh, zoveel mogelijk uh, bedrijven aanschrijven. Uh -huh. Dus het is wel. Kijk, op een gegeven moment weet je dat je opdracht ophoudt. Um, en dan, dan ga je zoeken. Ja, je, aan het begin ben je gewoon heel kieskeurig. Uh, en dan op een gegeven moment, na een verloop van tijd, uh, word je iets minder kieskeurig. Ja. En ik heb wel geleerd: je moet altijd uh, vertrouwen houden dat het gaat lukken. Uh, want uh, ja, uh, het gaat op een gegeven moment vallen. Toen ik dat vorig jaar had, dat ik een maand geklust had, in één keer uh, vielen de drie. Ja. Uh, dus ja, het komt altijd wel goed. En dat vind ik ook mooi van het netwerk. Ik zie het ook een beetje een soort als verzekering dat, dat je nooit lang zonder opdracht zit. Ja, zeggen. Ja, ja, ja. Ja, ja, mooi, mooi gezegd. Um, als we eens kijken naar de freelancers die zitten te kijken. Nou, misschien niet freelancers die zitten te kijken. Maar mensen die zitten te kijken en die twijfelen om te gaan freelancen ja. of niet. Wat zijn voor jou uh, argumenten om het wel te doen? Je hebt er al een paar genoemd hoor. Maar verzamel ze nog eens even. Wat zijn nou argumenten of zeggen? zegt: van, nou, ik zou het vooral doen? Um, nou ja, als je van afwisseling houdt, dan uh, zou ik het zeker doen. Ja. Uh, het is gewoon prettiger dat je wat, wat um, makkelijker dingen kan zeggen wat je wel of niet wil uh, qua de uren dat je wil werken wel of niet thuis werken ja. uh, dat soort dingen zijn gewoon makkelijker tegen te als je als freelancer bent mm -hmm. um, en uh, nou ja je je verdient ook gewoon uh, meer als dat je in loon zit ja dat zijn de prijzen ja. en nog meer prijs um, ja ze zijn er zeker ja ik vind de, wat ik zeg de vrijheid vind ik heel fijn ja. um, en dat je gewoon het zelf kan bepalen. Ik vind ook echt dat je bij heel veel verschillende opdrachtgevers naar binnen kan lopen. Uh, dat je zelf kan bepalen na drie maanden. Ik heb ook een opdracht gehad, vond ik niet leuk. Ja, Heb ik gezegd van hé, hey, dit, dit werkt, dat gewoon niet voor ja. mij. Ik vind het niet leuk, ik ga weg. Er zijn loon die nooit doen. Ja. Uh, of in ieder geval veel minder snel, dan ga je ja. eerst zoeken naar een nieuwe baan. Dat vaak zoek je En heel veel mensen vinden het, blijf toch zitten op hun plek. Dus als freelancer ben je gewoon gewend om snel te schakelen. En is het gewoon oké, hey, ik wil alleen dingen doen die ik leuk vind. Vind ik het niet leuk. Nou ja, uh, sorry. Uh, zullen we een, uh, een einde aan maken aan deze opdracht. En uh, ja, dat kan, kan gewoon een stuk makkelijker. Zijn er eigenschappen die je wel moet hebben? Uh, de, en als je die niet hebt, dat het ook misschien wel slimmer is om het niet te doen? De, ik denk zeker, ja. Ja? Ja. 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 Sommige mensen houden hun vastheid nee, Dan moet je het niet doen. Ja. Uh, maar je moet ook bijvoorbeeld jezelf kunnen verkopen. Uh, dat is ook echt wel een belangrijke eigenschap. Uh, helemaal nu, Kijk, het, ik denk toen ik twee jaar geleden begon, toen was het dus een stuk makkelijker denk ik om uh, opdrachten te pakken. Je ziet gewoon dat de, de markt wel echt wel wat veranderd is, dat er veel meer freelancers bij zijn gekomen. Ja. Er zijn nog steeds meer dan voldoende opdrachten, ja. um, maar uh, je moet dus wel bepaalde skills hebben om jezelf te kunnen verkopen. En ook tegen bepaalde tarieven, want je ziet nu ook steeds meer dat, dat bedrijven denken van hey, ik krijg... Uh, uh, 10, 20 uh, freelancers op bezoek. Ja, dan ga ik niet meer 75 euro betalen. Dan ga ik wel eens kijken of er iemand voor 50 euro ja. uh, ertussen zit. Ja. Ja, dan moet je dus wel jezelf kunnen verkopen. Van, hey, um, waar ik, zit uh, jouw waarde? Ja, waar zit jouw waarde? En, en uh, dat je dat ook gewoon krijgt. Mm. En dat zijn dingen, ja, dat, uh, dat moet je ook kunnen. Als je dat niet kan, dan, dan denk ik dat het niet handig is om te gaan freelancen. Um, tot slot, waar beweegt het vakgebied zich uh, naartoe als we kijken naar online marketing, als we kijken naar uh, Gen AI, die een waanzinnige ja. impact heeft op het vakgebied uh, naar nou, AI in brede zin. Hoe zie ja. jij dat gebeuren? Wat, wat, wat voor kant gaat dat op? Nou, ik denk dat de, de marketeer van de aankomende jaren wel eentje is die goed moet kunnen samenwerken met AI. Als je dat goed kan, um, dan ga je echt nog wel de aankomende jaren heel veel waarde kunnen bieden. Ja. Um, wat ik wel gemerkt heb nu, uh, is dat er in heel veel branches nog heel weinig gebruik wordt gemaakt van AI. En heel veel marketeers denken al dat de hele wereld gebruik maakt van AI. Hm. En, en dat is echt nog niet het geval. Wij zijn dat ja. zo gewend al. Dus ik, ja. weet je, ik zit dagelijks uh, maak ik gebruik van de van AI tools. Ja, hoe maak concreet? Uh, hoe gebruik jij het alles onder nou ja, marketeer? Chat GPT heel veel. Uh, ook tools als Canva en dergelijke hebben ja. al. Uh, uh, heel veel mogelijkheden daarin. Ja. Um, en, en bijvoorbeeld met ChatGPT kan je ook al heel veel mensen gebruiken... Het om teksten en zo te schrijven. Maar je kan ook gewoon al hele tools inrichten op, op jouw bedrijf. Dus als jij het voor elkaar krijgt om een bepaalde chatbot te geven... die kan je trainen um, al voor een bepaald bedrijf... zodat die bijvoorbeeld A kan chatten... Uh, heel makkelijk antwoorden geven zonder dat jij eerst al die antwoorden zelf in moet typen en zo vragen antwoorden. Kan je gewoon een chatbot trainen die jouw uh, chatbot wordt op jouw uh, website. Mm -hmm. um, maar daarnaast ook gewoon voor content schrijven en voor als jij een Mac, een brandboek hebt, die kan je gewoon trainen aan een uh, ah, AI. Ja. En dat is super gaaf. En dat soort dingen, als je dat, dat moet je als marketeer wel echt gaan, gaan leren nu, dit jaar. Anders ga je, denk ik wel, de boot missen aankomen. Ja, ja. Dus dat ben jij al druk aan het doen? Zeker, ja. ja ik vind ja. het echt super interessant. Ik, ga, ik heb al wat trainingen staan, ook wel voor dit jaar. Ik ben er al druk mee bezig. Ja. Uh, ik vind het echt een hele mooie ontwikkeling. Ja, ik vind het uh, zelf ook uh, ik vind het super... Het, het enige is het, het hallucinerende van de GPT's, zo nu en dan nog. Maar dit is even... Ja. We hebben een Maar ik vind... Ik, want ik ben zelf nu met een custom GPT bezig. Ja. En dan doet hij soms dingen, denk ik... Maar hoe dan? Ja, zijn, Want ik probeer hem dan te voeden, want dat is het leuke, denk ik, wat jij schetst. Dat je zo'n brandboek kan toevoegen, eigenlijk als kennisbron ja, ja, precies. aan zo'n GPT ja, en dat ja. je die gebruikt. Ja. Alleen als ik dan een kennisbron toevoeg waar uh, tien hoofdstukken in zitten... En ik vraag aan hem, hé, hoeveel hoofdstukken zitten er in dat document? En hij zegt zes. Ja, ja, en ik zeg, gast, er zitten ja, er tien zit in. Oh ja, sorry, sorry er zitten ja, er tien, tien in. Dan denk ja. ik, ja, maar ja. wacht even, daar kan ik niet op vertrouwen. Ja. Dus het bukt nee, nog. Ja, teveel. nee, klopt. Maar aan de andere kant, dat is uh, ook alweer het voordeel... dat we daardoor niet helemaal uh, dat onnodig worden. Ja, ja dan we, we moeten wel scherp blijven. Eigenlijk. En we zijn dus wel echt nodig. En dat geloof ik ook echt wel, dat we de aankomende jaren echt nog wel nodig blijven. De komende jaren komende jaren nog wel, ja, ja. En dan komt er ook weer een andere ontwikkeling. Het gaat zo Dus hard. Uh, je moet gewoon uh, bijblijven. Ja. En, uh, en dat is ook inderdaad Emma als freelancer belangrijk... Uh, dat je bijblijft met, uh, met de nieuwste ontwikkelingen. Ja, dus dat is misschien wel het belangrijkste verschil dat ik aan jou hoor zeggen. Is als dat dat het, het is alles behalve lui? Het is proactief op de inhoud, het is ja. proactief op de sales ja. uh, en, en proactief ook op je eigen ontwikkeling uh, daarin. Ja, uh, dus het is niet op je lauwerlust. Waar sta jij, denk nee. je over een jaartje of vijf? Ben je dan nog aan het freelancen of heb je dan alweer ergens een bedrijf? Oeh, op ja, goede uh, vraag. Ja. Het kruipt het ondernemersbloed? Ja, naar. wel een beetje. Ja, hmm. dat is wel. Um, ik vind dit nu wel heel leuk, uh, maar ik merk nu bijvoorbeeld met ook weer een opdracht waar ik bijna fulltime zit. Ja, dan, uh, dus ik zit er nu weer bijna een jaar. Ik vind het heel leuk, maar het begint toch wel een beetje kaplonisch te lijken. Ja. Uh, Je hoort bij de club bijna. Ja, en het begint ook daar echt om mijn collega's te worden. En ik zit nu echt met een hele leuke club waar ik het heel erg naar mijn zin heb. Ja. Uh, dus dat maakt het, en het is ook een heel veel uitdaging, dus dat houdt me wel, uh, dat de opdracht heel erg leuk is. Ik ben wel echt een beetje aan het ondernemen binnen het bedrijf. Ja. Um, maar ik weet wel dat ik dit niet jaren ga doen. En, uh, dus ik ben heel benieuwd dat ik, hoe ik dat ga managen de aankomende jaren ga ik of meer, toch wel twee drie opdrachten tegelijk doen waardoor ja. ik dat een beetje aan het ondernemen ben of ga ik toch weer een bedrijf uh, starten ik denk als ik ergens een kans zie dat ik daar zeker uh, op inspring misschien op het gebied van AI wel wie weet ja, ja. Wie weet. Uh, ik ga je in de gaten houden Ewout dank je, je mijn ja, gast was dankjewel dankjewel dat was uh, Ewout van de Kolk uh, en uh, namens uh, SMG ga ik in een serie gesprekken uh, ga ik in gesprek met de freelancers van, uh, van Nederland en uh, Mocht je dit gezien hebben, wie weet heeft het jou geënthousiasmeerd om ook eens na te denken uh, om te gaan freelancen. Of als je al freelance. wie weet is zo'n netwerk als SMG voor jou interessant. Nou, dan vind je onderin de video, als je op YouTube zit, vind je een link naar SMG met alle informatie. En heb je zitten luisteren naar de podcast, dan vind je ook daar in de beschrijving een, uh, een link. Maar aan de andere kant, als je SMG of Sales Marketing Groep googelt, dan kom je er vast ook uit. Voor nu, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Laat eens een review achter op het podcastkanaal of een comment onder de video hier op YouTube. We zijn super Benieuwd wat je ervan vindt. En uiteraard volg ons. Dankjewel voor nu. Hoi!